Paardenkomen in drie sporen af op de rechte lijn voor de tribune. Het is een klein Vincent hier in de AZT Montage Teamprijs. En het is die nummers 1, Ivar Charisma, die grote druk zet bij Kiss and Ride. Kiss and Ride, Ivar Charisma, binnenzijde. Dan die nummer 5 en dat is Juliette. Achter Juliette krijgt Kamehameha Boko een koers op maat. Jaapie van Rijn heeft de rug van Christa Timmer. Maar dat betekent dat hij vier dik moet, want Jonne Cavallo heeft het beste wel gegeven. En nu komt hij vanuit de start van het veld naar voren, die Yvonne Vrijenesse. Maar is dat niet aan de late kant? Als hij die speed van Duindicht kan laten zien, dan valt er zeker nogal wat te halen. Maar het zijn geen verkeerde paarden die we op dit moment vooraan treffen. En het is aan de binnenzijde nog altijd die Kiss and Ride. Kiss and Ride, buitenzijde Ivar Charisma. Daarachter dan Juliette, na een mooie koers op maat. Wat doet Caroline? Gaat ze binnendoor of buitenom? Ze kiest, weet het nog niet helemaal. Maar plek 2 is zeker nog wel tot de mogelijkheden behorend. Kamehameha Boko lijkt geboekt voor plek 4. Tenzij Happy Charisma daar wat tegenover gaat stellen. Maar het is Kiss and Ride. Toch leuk, Ferry, dat ik ook met een winnaartje af mag sluiten. Heel gemakkelijk naar de overwinning. En jouw tip, Ferry, wordt tweede. Hopelijk hebben we de wedders geholpen. De 6 wint voor de 1, dan de 5, dan de 2 en dan de 7. Een en ander is voorlopig. Bas, gefeliciteerd. AZD Montage Team meldt zich ook om bij de foto te komen. Via Kees de Groot maakt het AZD Montage Team kennis met het dagsport hier vandaag op Trafcentrum Alkmaar. Alle foto's zijn gemaakt. Bas, wat een bliksemstart van Kiss and Ride. Dat moet wel, hè? Met nummer 6 teruggaan is geen optie. En ik ken natuurlijk hard beginnen. Jammer, Dennis. En hij pakt er super uit. En Caroline gaf nu wel de kop af. En dat mespel nog een beetje haast. Maar hij wint fluit en proppen, hoofd, alles er nog in. Nou, hij gaat helemaal zijn moeder achterna. Hè? Een bijzonder paard hoe hij in alle winstomklasses eigenlijk alle banen meegaat. Ja, zeker. Nee, super. Deze is tenminste nog één die echt fit is. Nee, blij mee. Dames en heren, geeft u een applaus aan de laatste winnaars van vandaag. Kiss and Ride met Bas Grebas. En de auto is met de paarden op circa 100 meter van het startpunt. Auto versnelt. We kijken vooral even naar de binnenkant als de startgeval is. Wat kan hij uitrichten, die Ivar Charisma, in die eerste bocht? Hij is redelijk goed weg. Geldt aan de buitenzijde in extreme mate voor Juliette. En ook een goede start voor Bas Krebas met zijn nummer 6 Kiss and Ride. En zo gaan de deelnemers dan door de eerste meters. Caroline lijkt de kop wel heel graag kwijt te willen. En daar komt Bas. De twee kennen elkaar. Ze zaten samen in de Wetbeters podcast van Zieturre van Aanrader op de donderdag. Om echt eens even te gaan luisteren. Professionals aan het woord. En deze professionals kunnen het vandaag goed met elkaar vinden. En kijk eens. Wimpy is ook wakker op plek 3. Hij brengt Ivar Charisma nu naar voren. Zo dadelijk tot schuin naast de koploper Kiss and Ride. Kiss and Ride echter zal vanuit deze positie in principe niet meer genegen zijn die kop af te geven. Waar is Yvonne Vrijenesse? Help mij eens even, Ferry. Die vinden we terug. Vierde paard van achter met Jaap van Rijn. Heeft nogal wat te doen, maar vooraan maken ze elkaar toch het leven zuur. En dat werkt wellicht in het voordeel van de favoriet, de dochter van Expo B en trotse bezit van de familie Uiterbos en Gerard Koop. Paarden komen dan langs de rechter met nog twee rondes te gaan en een kop van het veld. Kiss and Ride. Buitenzijde Ivar Charisma. Die is uit het gedrang. Ook Christa Timmer brengt haar Jonne Cavallo nu naar voren. Doet dat in het derde spoor. Juliette loopt geen meter te veel. Daartussendoor Kamehameha Boko met aan de binnenzijde Happy Charisma. En achter Happy Charisma zien we Johnny Westenbrink met zijn Kom maar wel. Achter Kom maar wel komt Yvonne Vrijenesse langzaam maar zeker dichterbij. 2,5 lengte dan naar Joan Collins met Tommy Kooijman. En achter Joan Collins is er nog aansluiting voor één paard. En dat ene paard luistert naar de naam Kenneth Heath. En ja, een gaatje valt er inmiddels naar het paard van Giel Wildhagen. En dat is Floris Z. Paarden komen in drie sporen af op de rechte lijn voor de tribune. Het is een klein Vincent hier in de AZT Montage Teamprijs. En het is die nummers 1, Ivar Charisma, die grote druk zet bij Kiss and Ride. Kiss and Ride, Ivar Charisma, binnenzijde. Dan die nummer 5 en dat is Juliette. Achter Juliette krijgt Kamehameha Boko een koers op maat. Jaapie van Rijn heeft de rug van Christa Timmer. Maar dat betekent dat hij vier
ik moet, want Jonne Cavallo heeft het beste wel gegeven. En nu komt hij vanuit de start van het veld naar voren, die Yvonne Vrijenesse. Maar is dat niet aan de late kant? Als hij die speed van Duindicht kan laten zien, dan valt er zeker nogal wat te halen. Maar het zijn geen verkeerde paarden die we op dit moment vooraan treffen. En het is aan de binnenzijde nog altijd die Kiss and Ride. Kiss and Ride, buitenzijde Ivar Charisma. Daarachter dan Juliette na een mooie koers op maat. Wat doet Caroline? Gaat ze binnendoor of buitenom? Ze kiest, weet het nog niet helemaal. Maar plek 2 is zeker nog wel tot de mogelijkheden behorend. Kamehameha Boko lijkt geboekt voor plek 4. Tenzij Happy Charisma daar wat tegenover gaat stellen. Maar het is Kiss and Ride. Toch leuk, Ferry, dat ik ook met een winnaartje af mag sluiten. Heel gemakkelijk naar de overwinning. En jouw tip, Ferry, wordt tweede. Hopelijk hebben we de wedders geholpen. De 6 wint voor de 1, dan de 5, dan de 2 en dan de 7. Een en ander is voorlopig.